Er is nooit een duurzaam economisch en politiek pad uitgestippeld voor Suriname. Niet een jaar na de verkiezing van 2020 en ook niet na de 17 gehouden verkiezingen sinds de allereerste verkiezing in 1949. Zo klinkt de conclusie van politiek analist Jack Menke aan de vooravond van één jaar verkiezingen in Suriname. Menke zegt dat hij na de verkiezingsdag van 25 mei 2020 had meegegeven dat politieke partijen geen gemakkelijke overwinningen moesten verkondigen, omdat die overwinningen nooit hetzelfde verlopen als ze aangeven. De situatie die er in Suriname heerst bouwt zich al op vanaf de periode na de onafhankelijkheid in 1975. Dus die maakt dat we eigenlijk continu in een crisissituatie belanden. En dat heeft eigenlijk te maken met dat we, behalve dat je verkiezingen hebt en verkiezingsverhoudingen, die in 2020 weer zijn omgeslagen naar de VHP, die voor het eerst in zijn eentje zoveel zetels heeft gehaald, die 20 zetels. Maar het lijkt op stuivertje verwisselen, wat betreft de verkiezingsverhoudingen. En dat heeft eigenlijk te maken met dat we Suriname na 17 verkiezingen sinds 1949, dus sinds we de eerste verkiezing hadden, hebben we eigenlijk nooit een duurzaam politiek en economisch pad kunnen uitstippelen in het land. Dus dat is mijn conclusie. En iedere keer zie je dat we weer eigenlijk in die cirkel belanden. En hetzelfde geldt voor de regering Santokki, die eigenlijk heel goed met de indrukwekkende speeches is hij, dacht ik, op 16 juli. Weet je, heeft Santokki als president de aftrap gedaan. Menke zegt dat de huidige situatie in Suriname ook niet bij de volgende verkiezing zal veranderen. Waarom zeg ik dat? Omdat ten eerste die verkiezingsverhoudingen in het land zijn eigenlijk, weet je, na stuivertje verwisselen sinds 1980, zie je eigenlijk twee soorten regimes. Je ziet een regime dat, zoals nu, dat gebaseerd is op machtsdeling. Weet je, dat traditionele wat Suriname altijd heeft gekend voor de onafhankelijkheid, dus dat die partijen van grote etnische groepen in een regering gaan zitten en dat ze eigenlijk die macht delen, dat ze afspraken maken vooraf over een heleboel zaken, over de verdeling van ministeries, maar ook over de verdeling van, weet je, de posities in staatsbedrijven, diplomaten, etc. En we hebben gezien dat na 80 en na 88, na het militair regime, hebben we van de 8 verkiezingen, en zijn er 3 regeringen geweest waar je geen machtsdeling had. Dus bij 5 had je dus die machtsdeling, die van Santokki is de 5e. Maar waar het 3 waar het veel meer populisme was, weet je, dat wil zeggen dat er vanuit veel meer vanuit 1 punt werd geregeerd. Politiek analist Jack Menke. Na 10 maanden regeerperiode van de regering Santokki-Brunswijk is Suriname nog steeds in een vicieuze cirkel, besluit Menke.